In dit geval heb ik dus de level 1 in mijn hand. Een level 1 bust trends. Dit is een ponybitje trouwens, als je denkt, wat een kleine. De level 1 is dus best wel recht. Hij is wel anatomisch meegevormd, maar eigenlijk alle druk komt gelijkmatig over de onderkaak. Dus de druk komt op de tong en op de onderste lagen. Voornamelijk, en ook de inwerking zal dus voornamelijk op de onderkaak werken. En daarmee is dit bit dus bijvoorbeeld geschikt voor paarden die stabiliteit zoeken, maar ook heel geschikt voor paarden die moeite hebben met hun hoofd en hals laten zakken. Of paarden die heel gevoelig zijn aan de bovenkaak of op het gehemelte kun je deze bitten heel goed voor gebruiken. Door het afzonderlijke inwerken heb je dus links en rechts, dat geldt voor alle bitten, maar dat geldt dus ook voor level 1. En je hebt het rolletje die voornamelijk druk op de tong zal uitoefenen.